Ja, deze keer moet ik er vol voor gaan, hè, want het is een eigen terrein. Ze bestelen hem al in mijn eigen land. Wat gaat er gebeuren in zijn eigen land? Nu moet hij neer, hè. Nu moet hij plat. Zo simpel is het. 29 april verdedig ik mijn wereldtitel voor de tweede keer op het Enfusion Live evenement in Den Haag. Tegen Philip Verlinde. En dat is een oude bekende van me. Dus tegen hem heb ik al een keer gevochten in september 2016. Ook op het Enfusion Gala in Antwerpen. En die dag was ik de winnaar in de ring. En er was hele commotie uiteindelijk gekomen, omdat een maand later kreeg ik een belletje van de Belgische Bond. En die hebben besloten dat Philip uiteindelijk gewonnen had. En om het nu eventjes recht te trekken en om alle critici de mond te snoeren, zullen we 29 april laten zien wie de betere van de twee was die dag. Ik kom in een arena van mijn eigen land, met een publiek dat voor Bustati schreeuwt. En ik ga de ring uit met een publiek dat voor mij schreeuwt. Heb ik de wedstrijd gewonnen. Dat ze mijn hand omhoog steken of zijn hand, of dat het achteraf veranderd wordt of vooraf, dat interesseert me allemaal geen moer. Daar hebben ze zijn hand omhoog gestoken met het publiek hoog voor mij. Het is duidelijk dat ik die wedstrijd gewonnen heb en meer is er gewoon niet aan. Mensen liepen na de partij, vonden ze dat onterecht gewonnen had. Omdat ik de laatste ronde weggegeven heb, niet met een achttel of wat dan ook. Maar ik heb hem gewoon weggegeven. De laatste ronde was voor hem. De meeste onthouden mensen de laatste ronde alleen. De eerste twee rondjes vond ik dat ik gewoon overduidelijk gewonnen had. En veel mensen gunden het me niet, denk ik. En er zijn altijd natuurlijk ook mensen die achter me staan. En die schrokken van wat er allemaal gebeurde eigenlijk in de weken na de partij. Bij mij is de uitslag omgedraaid in België, ook door een scheids met video. Maar dat gebeurt dan weken nadien, dan ben je niks meer verder gewoon. Daar heb je niks aan. Als zoiets kan beslist worden vlak voor de uitslag gegeven wordt, dat is een wereld van verschil. Want als ze die dag mijn arm omhoog doen in plaats van zijn arm, zoals het moest zijn, dat is een heel ander gedoe dan. Als je niet van mij kan winnen door middel van een KO of op punten, en je gaat een bezwaar dan indienen, dat vind ik een beetje kinderachtig. Ik bedoel, hij is al 33, 34, hij heeft tegen de grootste naam in de wereld gestaan. Ik pak het op als een man en daag me opnieuw uit, maar niet via deze manier. Ik geef hem nu de kans om voor mijn titel te vechten. Ja, dan mag hij van geluk spreken, dat gebeurt niet zomaar. Ik heb er niet om gevraagd om een uitslag om te draaien, maar interesseert dat niet. Ik heb zelfs geen protest, dat is mijn team dat protest indien. En ze kunnen lullen en blablabla, ik heb er ook geen woord over gezegd meer. Ze hebben hem gewonnen gegeven, oké, ik vind dat ze mij bestolen hebben, meer is er niet aan. Als zoiets kan, als zo'n videoscheidster was geweest, dan hadden ze mijn armen mogen stoken. Dus dat is alleen maar goed voor de sport. Ik zie mezelf nog steeds als winnaar die avond. Vele andere mensen ook. Het is meer dat we de critici de mond zullen snoeren. De mensen die zeggen dat het onterecht was, zullen nu een kaartje kopen om te zien of het echt onterecht was of terecht. En ik ga er alles aan doen voor zorgen dat zij niks meer over de partij kunnen zeggen. Dat vind ik het belangrijkste. Een kampioen moet ook een kampioen blijven, vind ik. En met zo'n videoscheids, ik had er nog nooit niet van gehoord, maar dat vind ik een mooie oplossing. Ik denk dat Enfusion zelf er niet veel aan kan doen. Het is meer de bond die de uitslag bepaalt en Enfusion staat daar helemaal los van. Een uitslag is er, als vechter moet je dat accepteren. Het mag gewoon meer aan de jury. De jury mag er niks meer mee te doen hebben deze keer. Deze keer moet ik het zelf doen, zo is het in het leven ook. Je moet alles zelf doen. Dat kan door andere mensen niet beslist worden, dus ik ga deze keer even zelf beslissen. Ik hoop dat Philip de videoscheids niet nodig zal hebben.